Nou, welkom in een rondje werkplaats. Er staat gelijk een A3 met de motorkap open. Dus ik ga even aan Danny vragen wat er mee aan de hand is. Volgens mij iets met een turbo. Dus ik ga Danny even roepen. Danny? Ik weet niet wie is, ik ga hem zo roepen. Hij weet even wat er is. Dus we gaan het zo zien. Maar wat ik wel weet, dat er iets voor mijn turbo vervangen gaat worden. Motorlampje brandt? Het motorlampje brandt. Op laaddrukregeling? Laaddrukregeling. En toen? Hier in deze stekker van de actuator is vocht gelopen hier. Ja. Daardoor is het celmotortje kapot. Oh, van? De turboactuator. Die regelt de wastegate en ook hierop. Ja. Zit veel speling op die as. Hoe kon dat dan? Slitage. Dat gebeurt gewoon. Er staat 170.000 km op gesloopt deze. Oh. De speling op die as en daardoor kan hij de turbodruk niet goed regelen en schiet hij gelijk in storing als je gas geeft. En dat is er aan de hand. Dus daarom gaat er een andere turbo op, is de bedoeling. Hij ligt voor de aanvraag bij Autotrust. Autotrust? Ja. In Autotrust we trust. Oh, we filmen al joh. Ja. Wist ik dat. Wist ik ook niet. Nee. Maar ik ging er wel vanuit. Ah, oké. Okay. Nee, dus dat. Dus de aanvraag ligt er voor een nieuwe turbo. En dan gaan we hem opzetten. Jeroen. Nooie turbo. Ja. Turbo jongen, bam. En dan zijn alle problemen verholpen en gaat hij weer als een raket. Voor zover een 1400 TSI als een raket gaat. Nou is het 150 pk? Hey, we hebben trouwens die auto van Maurice die we verkochten, daar schiet dat ding eraf. Welke? Deze? Ja. Dan zijn die clips zijn gebroken. Als je eenmaal een beurt gaat doen, dan kan je deze wegtrekken of moet je deze wegtrekken. Ja. En deze oren die breken veel af. Bij die Fomentor? Nee, die witte A3. Zo je een nieuw tussenstukje. Dat kan gewoon een nieuw tussenstukje, dat is deze. En dus een van die twee oren is afgebroken of een beetje lam. Mm. Maar het was zo'n stijf plastic, als je dat los wil halen, dan breekt er een oor af. Oh, dus daar heb je alvast ook bij besteld bij die dan als je hem deze? Nee, eigenlijk niet, maar zelf dat zou ik wel doen dan. Net zoals bij Van Gogh, mist hij hem. Nee. Wat? Dus het was toch Van Gogh, vindt dat Van Gogh die Chinese oor toch af? Ik heb geen idee man. Schilders. Ik heb niet zo goed geschiedenis gestudeerd, moet ik toegeven. Hooggeleid. Ik niet. Hij heeft zo'n stapel diploma, zeg ik niet. Ja, ja, nee. Oh. Jeroen, hoeveel diploma's heeft hij? Oké, nou tot zover de A3. Dan R8. Mijn ex-liefde. Die is helemaal gespoten. Die zat echt helemaal vol met steenslag. Is bekend. Is bij de huidige eigenaar ook bekend. En ik had met hem een deal gemaakt. We laten hem zoals die is en over een jaar dan is het of hij krijgt van mij een nieuwe rep of origineel en dan steenslagvrij. Dus alles wat zeg maar, echt beschadigd is door steenslag, dat zou nu weer helemaal fris moeten zijn. Stofje. Dit ziet er ook hartstikke goed uit. Ja, wordt nog een keer extra gepolijst en aangepoetst en gedaan. Bumper, die is morgen binnen. Dan gaat het allemaal weer netjes in elkaar. Als het goed is zijn ook de lijstjes daarvan weg, weet ik. Of niet, weet ik niet, zal ik even vragen. En dan gaan we het allemaal netjes in elkaar zetten. Onderhoud heeft hij al gehad. PPF gaat er nog op aan de voorzijde. En dan kan meneer weer genieten van deze knaller van de wagen. Ik moet ook zeggen, ik heb natuurlijk die GT om te zien dezelfde auto. Facelift, het is natuurlijk geen facelift. Maar toch, TZT, als ik later groot ben, dan zou ik deze toch weer erbij willen kopen om het rijtje compleet te maken. Verzameling. Verzameling. Ik heb ook goede herinneringen met deze auto. Hè? Speciaal plekje in mijn hart. Heb je een hart? Groter dan jij denkt. Ja, dat zou best. Daar staat de volgende R8. Nou, daar is nu de achtervleugel van gespoten gedaan. Ik moet wel weer even een pleisbeurtje hebben als dit weer... Want die is denk ik een doek overheen gehaald die niet helemaal 100 is. Het is natuurlijk uni-zwart. Dan moet Luc hem nog even pleisten. Het ziet er wel weer goed uit. Hij kwam binnen, het was niet fris. Oké, dan hebben we hier mijn brommer. Wat staat hij hier nou mee te doen? Nou, het begon zo. Ik heb 3 scooters nog. Dit is mijn oude van 15 jaar geleden.
Ik moet de zadel nog steeds, dat roep ik al 15 jaar, opnieuw laten bekleden. Ik zoek even een zadelbekleder. Graag een van mijn trouwe kijkers. Kan jij mijn dubbele zadel bekleden? Dit is zeg maar een hobbyproject van 15 jaar geleden of zo. En ik heb er nog één, dat is een zip. Die staat nou weer boven. Daar was wat mee. Er was iets met de vlotte van de carburateur uit elkaar gehad, in elkaar. Pinnetje eruit, was niet helemaal goed. Benzine stroomde eruit. Dus nou, dat ding stond al een jaar boven zonder benzine. En Jeroen, ook een beetje uit de scootertijd van vroeger. Ja, moet ik maar even repareren. Gaatje in de blending. Ik zei, nou weet je wat, doe maar. Pak hem maar. Die heeft het probleem opgelost. En het ging niet rijden, iedereen blij. En deze staat beneden daar in de showroom. En toen zei ik, pak deze ook even. Dus toen zijn ze met z'n tweeën achter mijn kraag gaan racen voor de deur. Dat vond ik mooi. Ik heb zelf niet gereden. Ik vind het mooier om te kijken dan zelf te rijden. Leuk geluid. Ja. Zo kijk, 14.000 toeren. Dus ja, die gingen net even als een kogel door de straat. En dat ging hartstikke goed. Boezietje even gekeken. Mooi koffiebruin. Je zipte wat wel een beetje donker koffiebruin. Dus die mag wel een kleine sproeiertje. Dus ik moet even kijken wat erin zit. Doe ik één tandje kleine sproeier erin. Waarom? Omdat het kan. Hij doet het perfect. Nu met die kou loopt hij wel lekker, dat is wel goed. Dan loopt hij wat armer natuurlijk. Nou, wanneer rijden we ermee? Ja, voor het eerst in een jaar weer. Maar goed, dat was even het speelkwartiertje, half uurtje. Hier staat een Mercedes hybride. Ook een opdracht van Autotrust. Dus stel, jij hebt een auto gekocht elders. Maakt niet uit hoe oud, hoe duur, hoe goedkoop. Maakt allemaal niet uit. Heb jij een auto die in ieder geval verzekerd is bij Autotrust voor jouw garantie, dan kun je hier terecht. Dus kun je je auto brengen en dan gaan wij diagnose uitvoeren en of repareren. En bij deze auto is het geval dat de slinderkop of kering, koppakking. Maar wij zijn er sterk van overtuigd dat het echt de kop zelf is, dat die gescheurd is. Waarom? Onder bepaalde druk met de camera heeft Danny gedaan, dus dat beeld zullen we ongetwijfeld nu in beeld kunnen brengen. Danny, ik heb je even nodig. Sorry? Ik heb je even nodig. Leg jij even uit wat er precies het verhaal is. Ik kan het nu vertellen, want ik heb namelijk waarschijnlijk 2% van het hele verhaal gehoord. Ja. Jij hebt toch de diagnose gedaan? Ja, klant kwam hier met de klacht. Motorstoringslampje brandt, auto schokt, rookt veel, witte rook. We gaan er gelijk alarm. Oei, witte rook. Gelijk alarmbellen rinkelen. Uitgelezen misfire cilinder 1. Hij was ook al ergens anders geweest. Hadden ze bougies vervangen, bobines vervangen. Bood geen oplossing, bleef wit roken. Inderdaad. Ik vang me dan af. Als monteur zijn de witte rook, dan gaat toch de eerste lamp bij mij branden. Koelwater erin. Voor hetzelfde geld wordt er gezegd van nee, kan je bij mij bougies en bobines vervangen? Ja, is goed. Ja, maar als jij zegt... Nee, ik snap hem. Ik zou gelijk nadenken van... Ik snap dat niet. Ik snap dat echt niet. Binnengereden, inderdaad wit rook, even geroken en je rook echt gelijk de zoete, penetrante lucht van verbrande koelvloeistof. Dus dan weet je al voldoende. Niet langer nagedacht, benzine eruit getrokken, cameraatje erin gedaan. Cameraatje erin gekeken, druk op het koelsysteem gezet. En je zag gelijk op de camera, er loopt gewoon koelvloeistof in de cilinderruimte. Hij loopt gewoon vol. Dit is mooi, hè, bij Mercedes. Ja, meer ruimte. Nee. Voor de langere onder. Alleen Mercedes heeft dat volgens mij. Servicestand van de motorkap. Ja, dat zou goed kunnen. Durf niet te zeggen. BMW is soms irritant als er een grote haar kan zitten op je bolletje. Oei. Ik heb weinig haar, dus dat vang niet veel klap op. Nee, dus dat. Dus de aanvraag ligt ook wederom bij deze bij Autotrust. Voor de reparatie. Oké. Okay. Nou, dan ga ik weer verder met mijn handen in mijn zakken doen, ja? Ja. Ja, dat doe ik namelijk schijnbaar heel de dag. Ik doe niks op een dag. Nee. Ik doe alleen maar commentaar geven. En bekritiseren en commanderen. Ik loop alleen maar rondjes. Ik loop alleen maar rondjes om blij te doen. Maar goed, ja, hè, hoe komen die monteurs toch aan werk? Hè? Al die opdrachten, hoe komen ze er toch aan? Komt uit de lucht gevlogen. Oké. Okay. Zo, bladeren ook. Herfst. Herfst.
Nee, jammer, te zwaar. Oh, vegen ook dadelijk weer. Zal ik hem even opruimen gelijk? Ook weer zo lullig. Het was leuk geprobeerd, niet gelukt. Oké, okay, deze S8 staat hier voor een tussenbeurtje volgens mij, toch? Olie-oliefilter, interieurfilter. Stofzuiger van de motorruimte. Heeft hij hem al gewassen in de tussentijd, denk je? Nee. Deze meneer die laat dus een glascoating op zijn auto zetten, zodat hij hem dan een jaar niet hoeft te wassen. Dus bij de volgende beurt dan is hij gelijk weer schoon. Weet je dat ik hem een wascursus heb gegeven een jaar geleden? Ik heb hem hier voor de deur de auto laten wassen. Echt? Nou, dat mag nou niet meer natuurlijk. Maar sindsdien heeft hij alsnog weer niet een keer zijn auto gewassen. Zonde, hè? Dus we zullen hem zo dadelijk eventjes professioneel reinigen. Niet voor de deur. En de banden moesten gebalanceerd worden, kan dat? Ja, maar moeten die gelijk de winterbanden doen? Dat is een goede vraag voor jou. Die staat ook hier toch, die winterset? Ja, dat is wel. Dan laat ik Maurice hem even bellen. Oké, okay, tot zover dit rondje. Hey, hoe is het met je wekker? Ja, beter. Beter? Ja, ik word wel meer wakker. Meer wakker? Ja. Nou, van de week had je weer wat. Van de week. Had je ook weer een smoes? Geen smoes. Je had iets van de week. Dinsdag 29 oktober. Hey Oscar, mijn scooter valt de hele tijd weer uit, dus ik denk ik ietsjes later. Oh, ben ik, denk ik. Dat stuurde jij om 7:45. Ja. Oftewel, toen wist je al, ik kom te laat. Nee, maar ik was onderweg. En soms dan was... Ja, ja, je was te laat onderweg. Nee, serieus. Hoe laat was je er toen? 5 of 10 minuten daarna. Oei. Je hebt het wel gehaald. En wat was er met je scooter dan? Ja, ik weet niet, als ik eenmaal op een bepaalde benzinelevel zit, dan valt hij van de hele tijd uit. Dan gaat gewoon niet naar mijn filter. Je vacuüm. Dan heb je al een nieuwe benzinefilter erin gezet. Nee, dat niet. Zou je daar niet eens mee beginnen dan? Dus wat ga jij nu doen? Filtertje even wisselen. Maar ze spruit zich niet van de scooter. Nee. Je ziet het hè? Hey, hier zijn die diehard Scooby Boys. Ja. Of niet Jeroen? Ik denk gewoon kleppen stellen. Kleppen stellen? Als je brandstofniveau laag is, dan gaat die kut doen. Rij even langs die scooterzaak hier zo dan. Rij even langs, dan zeg even fix hem voor me. Dat regelt hij wel voor mij. Rij maar heen. Zo, hoi, ik moest van Oscar naar jou toe komen. Kan je mij helpen? Nee, die vind ik gewoon mooi om te zien. Ik vind dat gewoon, ja, ik vind het mooi, dat geluid. Vriend, niet met poesie te maken. Ik vind het gewoon mooi. Ja. Dat doe ik wel vaker hoor. Ik heb ook wel eens, weet je, dat ik... Vriend, ik heb ik geleden nog meegereden. Zegt hij dat zijn haar in de dag had. Ja, ga maar. Moet jij zeggen met de kuifje. Ja, kale koppen niet stoppen. Hallo, jij vond het ook gewoon mooi mee te rijden. Ik gun jou dat, hè. En hey, je ziet het, hè? Je gunt een ander wat. Gelijk stoer doen. En wat, gelijk eruit. Kun je hebben, ik heb een keer. Luister. Luister, maar hij wil dat ik om 10 uur 's avonds, vrijdagavond, met 10 bieren met Mick, even op die scooter van hem stap. Daar, en ook zijn ding met de gaat. Dus, en dan vindt hij het raar dat ik dat even zeg van, doe me even niet. Doe me even niet. Vindt hij dat raar, dat nou stoer doen dan. Wel geluk ook net, rondjes rijden, politie erbij. Oh, scheelde echt één rondje. Eén rondje meer, dan was de lul. Ja, hè? Eén zonder plaat, toch? Luister, een snorfiets die 150 loopt, dan denk ik. Ja. Zullen we dat filmpje in de weekvideo zetten? Zullen we dat maar niet doen? Ja, dat schijt ik. Oké, we hebben de schijt aan, we doen het erin. Er zit geen kenteken op, toch? Ja, mooi. Het geluid is goed, hè? Ja, sowieso. Kikken. Oké, nou, wat gaan we doen met het leven? Want we hebben weer te veel gespeeld. Het is tijd voor wat anders dan anders. Waarom? Dit is onze SQ7, welbekende racemonster. Bestelauto. Auto waar ik tegenwoordig weer graag mee rijd. Het probleem van deze auto was een luxe probleem, laten we het daarop houden. Want het is niet echt een probleem. Maar wat ik minder vond aan deze auto was dat als ik hem buiten zag staan in het zonnetje. En hij is nu een half jaar lang elke week een keer gewassen.
dan zag hij er niet meer zo mooi uit als dat hij eruit zag toen hij gepoetst was. En daar hebben we een oplossing voor. En dat is een oplossing die ik eigenlijk normaal gezien wel vaak gebruik. Alleen dat hebben we op deze auto niet gedaan. Want ik dacht, ja, joh, luister eens, het is een werkauto. Het is ook een verkapte bestelbus, zo moet je het zien. Het is natuurlijk grijs kenteken. Het is echt een werkauto, maar ik vind nog altijd, onze spullen moeten eruit zien. Het is een presentatiemiddel. En dan vind ik niet dat zijn auto er faal uit mag zien. Ik bedoel, hij is nu glanszwart, maar hij was ongeveer matzwart. En dan komt het door. Flink gebruikt. En dan gaat de conditie van de lak achteruit. En dat wilde ik opgelost hebben. Dus ik heb tegen de jongens gezegd, deze auto maak ik weer helemaal nieuw. Glascoating erop en dan blijft hij nieuw. Dus de stappen die zijn doorlopen, dat zijn de volgende. Grof, iets minder grof. En daarna finishen zodat die spiegel glad is. Dan wordt die helemaal weer gewassen. Zodat al het stof van de auto is, tussen de sponningen uit is enzovoort. Dan weer helemaal nalopen met de lamp eromheen. Inspector Gadget is er niks bij. En als we hem dan goedkeuren, dan gaan we hem helemaal in de coating zetten. Coating van Angel Wax. Uit mijn hoofd de Nebula. Klopt dat? Dat klopt. En deze gaat ervoor zorgen dat hij dus glad, want hij is echt spiegelglad. Als ik hier nu een beetje water op gooi of ik leg er een doek op. Zelfs die doek, die glijdt er zo vanaf. Zo glad is die. En die coating, die zorgt ervoor dat hij ook zo glad blijft. Dus als we hem nu wassen, blijft hij veel mooier in glans. Hij krast veel minder snel. En überhaupt het vel hecht veel minder goed dan de originele standaard lak waar geen behandeling op zit. Waar doen we het uiteindelijk voor? Hij blijft mooi. Het is dus duurzaam. Iedere keer als je er naar kijkt, dan hou je het gevoel van trotsheid dat hij mooi glimt, er strak bij staat. En dat je het gevoel hebt dat je een nieuwe auto hebt. Want hij blijft gewoon met die coating helemaal fonkelnieuw. Dit is natuurlijk een product uit eigen keuken. Ja, soms vergeet je dat. Zeg je, joh, het is een werkpaard, laat dat ding buiten staan. Dat maakt hem niet uit. Maar in mijn geval, ja, denk er anders over. Ik wil dat mijn spullen er gewoon op en top bij staan. Als er een kas op zit, moet het eraf. Als de velg beschadigd is, moet gerepareerd worden. Noem het maar op. Maar ook die auto moet uitstraling hebben. En dat is de kleur die moet eruit springen. In dit geval zwart metallic. Maar zo mooi nu met die coating, het glanst en het doet. Dus als je nu die auto aan ziet komen, dan denk je, kijk, daar komt een mooie auto aan. En ik denk dat al onze trouwe kijkers daar hetzelfde over denken. Dus, heb jij een auto waarvan jij toch elke keer het gevoel wil hebben, daar staat mijn mooie glimmende auto. Hij blijft mooi, is mooi. Ja, meld je dan bij ons, dan gaan wij ervoor zorgen dat die auto in topconditie komt. En blijft door middel van deze glascoating. We hebben hier de turbo van de Audi A3. De basisprincipe van de turbo. Iedereen kent natuurlijk wel de asjes van de turbo, het opspoelen. Nou, wat gebeurt er? Het uitlaatspreidstuk. Hier stromen uitlaatgassen in dit gat. Die drijven het asje aan deze kant, het spoelwieltje, drijven die aan op hele hoge snelheid, soms 100.000 toeren per minuut. Dat asje zit vast aan de inlaatzijde. Doordat die gaat draaien, probeer dat even na te bootsen, zie je dat dit asje ook gaat draaien. Deze gaat zo hard draaien dat hij hier lucht gaat aanzuigen. Lucht aangezogen vanuit het luchtfilter. En omdat het zo hard draait hier, wordt het op druk gezet, gaat het hier naar de motor zelf. Aan de uitlaatzijde gaat het hier naar binnen, drijft het wieltje aan. En wat eigenlijk de bedoeling is, wat bij deze turbo eigenlijk kapot is, is dat zodra die turbodruk we opbouwen, de wastegate, dit klepje, aangetrokken blijft en dicht blijft totdat hij zijn druk heeft bereikt. En dan zou hij open kunnen om eigenlijk op deze manier de druk te regelen. Dicht betekent druk opbouwen, open betekent eigenlijk dat de uitlaatgassen hierin gaan, direct eruit gaan, dus niet langs het spoelwieltje komt en eigenlijk ook geen turbodruk wordt opgebouwd. Wat eigenlijk defect is aan deze turbo, waardoor eigenlijk ook de Audi A3 laaddrukproblemen heeft, is dat het motortje sowieso storing geeft op zijn sensoren. Hier is vocht ingekomen in het stekkertje zelf, maar op het asje van de wastegate zelf zit ook overmatig speling door slijtage, door het continu bewegen is eigenlijk het metaal uit gaan slijten.
Dus op dit kogeltje spelen gekomen en op dit asje. Dus op dit kogeltje is het geen niet heel erg groot probleem, want dit kan die wel compenseren, die beweging. Maar de speling op dit asje vormt een groter probleem, omdat dat betekent dat hij het asje scheef kan gaan trekken. En wat gebeurt er als hij het asje scheef trekt? Als hij hem aan wil trekken en er zit scheef in het pasbusje, dan blijft eigenlijk de weesketen een beetje hangen. Dus dan kan hij ook niet heel mooi en soepel de turbodruk gaan regelen met openen en sluiten. We gaan deze turbo vervangen voor een nieuwe, waarna eigenlijk het motortje weer wordt ingeleerd. Oliefilter wordt weer gedaan, omdat ook het asje van de turbo wordt gesmeerd door olie. Zorgen dat er netjes nieuwe olie in komt. We gaan hem helemaal afronden en daarna rijdt hij gewoon weer als het behoort. Motorstoring blijft weg en dan kan de klant weer tevreden rijden. Doe nou eens normaal. Zo mijn dochter, hè? Lopen hier gewoon even alles te slopen, jullie? Heeft hij gehad? Wie, Jeroen? Ja, heeft deze van jouw dochter gehad? Deze heeft Jeroen. Lijkt wel een beetje op Jeroen. Zou ook zo zijn nek wel eens af kunnen draaien. Ja. Voor mij moet ik gaan vertellen wat we aan het doen zijn. Opnieuw de R8 uitlijnen. 99% goed, maar nog niet 100. Dus Appie is hem nou even proberen op 100 te zetten. Met deze versleten sloopit. Ja, dan krijg je daar nieuwe banden kunnen we weer. Nou, als het goed is gaat de sporing niet veranderen van een paar andere banden. Maar we hebben net even gekeken. 1 mm per 1000 kilometer. Zeg ik dat goed? Hoeveel waren ze toen ze erop gingen? Weet jij dat toevallig? Nee, 4? Nee, ik heb het niet. Nee, dat was niet veel. Meer dan wat het was? Meer dan wat het nu is, ja. Maar ik denk dat ik de stelling 1 mm per 1000 kilometer aan kan houden. Dus hij zit nu op 2, dus over 1000 kilometer dan zit hij door de APK nok heen. Nou is dat al niet heel erg slim. Maar ja, because racecar. Nee. Ik rijd ze nog even op en dan gaan de andere bandjes onder. Oké. Dan hebben we hier de auto van Lin. Die staat voor onderhoud. Een B1-beurt. Olie. Oliefilter. Interieurfilter. Remvloeistof. En dat was het? Ja. En een controle. Banden wilden ze nog niet nieuw. Hoeft ook niet per se, maar wel adviespunt. Remmen waren nog goed, blokjes? Ja, zeker. Klaar. Dan, de GOC staat nog te wachten. Op goedkeuring. Nou, en dan zijn we weer bij mijn oude liefde. Die nog steeds niet roest, jongens. Al mijn oude liefdes roesten niet. Letterlijk en figuurlijk. Ja, je herkent de band niet meer terug. Volgens mij weet iedere trouwe kijker wel dat echt de gaten in de lak zaten. Omdat die goed gebruikt is. En het mooie vind ik, zeg maar, deze auto is nu weer helemaal mooi gespoten. Ziet er echt weer goed uit. We hebben de lak, kijk, even ontpoetslicht, hebben goed gecontroleerd. Er zitten nog twee stofjes in, die halen we er even uit. En dat zie je dan ook niet meer, dus het is ook helemaal niks kwalijks. Maar dan is die 100 punten. Het mooie ervan is, deze gaat ook dadelijk helemaal in de PPF. En dan blijft die zo mooi als die is. Dat zie ik natuurlijk met mijn huidige R8, die zit nu helemaal in de neus, zit in de PPF. Tuurlijk, met 300 plus slipstreamen, dan raakt zo'n folie ook wel gehavend. Maar, als je dan een keer die folie zou vervangen, dan is die lak die eronder zit echt nog steeds goed. En dat vind ik een mooi verschil. Deze auto's heb ik natuurlijk ook 3 jaar lang in rallies meegereden. Motorisch echt 0,0,000 problemen. Dan wel dat je denkt, ah, ik merk niet dat er wat aan zit te komen. Helemaal niet. Heeft ook te maken met onderhoud, hè. Waar doe ik preventief eigenlijk de onderhoudsintervallen halveren. Dus je ziet ook motorisch gezien, de olie eruit komt, is nog hartstikke mooi. Weinig vervuiling. Bougies doe ik ook halverwege al een keer gedaan. Filters, allemaal, alles is halverwege. En kijk, als je spullen natuurlijk goed gebruikt, waar ze op getest en ontwikkeld zijn, en onderhoud dat goed, dan gaat het ook niet stuk. Het is eigenlijk schadelijker om weinig met een auto te rijden dan veel en met het gas erop. Dus je merkt gewoon bij deze auto dat hij top is. Nu ook cosmetisch. Is hij weer nieuw. En gaat hij straks met PPF erop ook nieuw blijven. Dus dat is wel leuk. En vooral bij die grijze dus goed te zien hoe die PPF zijn werking doet.
Want die had er anders ook echt uitgezien als een gezond straalde auto. En dat is dus nu niet zo. Bumperdelen, alles met carbon delen, alles is onderweg. Dat gaat er dan op. En dan gaan we als het goed is volgende week helemaal afmaken. Wipje even erop. En rijden.